teksten van vrijdag 19 april 2024 zijn gehaald uit Genesis 6 vers 22. Noach deed het geheel zoals God het hem geboden had. Noach deed het geheel zoals God het hem geboden had. Genesis 6 vers 22. Het leerwoord is gehaald uit Matteüs 7 vers 24. Jezus zegt, en ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Jezus zegt, en ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matteüs 7 vers 24. Dank u hemelse Vader dat we wederom bij u mogen komen met alles wat we hebben. U lof, eer en glorie geven, welke situatie er ook is in ons leven. Wij willen u gehoorzamen, Heer, omdat wij het voorbeeld van Noah willen volgen. Het voorbeeld van Abraham, maar meer nog het voorbeeld van uw Zoon Jezus Christus, die gehoorzaam geweest is tot de dood. En daarom willen we luisteren naar zijn woorden en doen wat hij zegt, zodat wij wijsheid kunnen hebben, zodat wij vast kunnen staan als een rots, want het woord van onze God houdt eeuwig stand. En dit is de boodschap, Vader, die wij willen geven vandaag aan een ieder. Geef niet op. Ook al gaat jouw weg door dalen, door diepten, er is één die met je meegaat en dat is onze hemelse Vader die alles gegeven heeft om jou en mij te redden. Dank u Heer dat we zo elke bedroefde bij u kunnen brengen. Dat ze mogen weten dat u het bent die harten geneest, die wonden, diepe wonden verbindt en zoveel geduld heeft. Totdat het allemaal voorbij is, want u gaat met ons. Al gaan wij door dalen van diepe duisternis, al gaat ons leven door gevaren, u bent met ons. En uw stok en uw staf, die vertroosten ons. Wij danken u voor de maaltijd die gij voor ons aanricht. Wij danken u, o Heer, dat u alles voor ons over heeft. Wees u ook met de zieken, die mogen weten dat u bij hun bent. In hun ellende, in hun pijn, maar dat het ultieme is hun beterschap. Wij danken u dat wij elk kind aan u mogen opdragen en dat wij ze mogen leren dat u elke pijn en elke moeite op u neemt en voor hen zorgt. Dat u er voor hen bent, ook als hun ouders er niet zijn, dan mogen ze tot u gaan. Geloofd en geprezen zij u daarvoor. Ook de jarigen, de vierenden, iedereen die blij is. Want u geeft ons blije harten. U bent het die de duisternis doet verdwijnen en het licht doet opkomen. Geloofd en geprezen zij u. Als wij u vragen om ons te reinigen, schoon te wassen. Uw licht uit te stralen naar een ieder. Maar meer nog dat u ons beschermt, bewaart. Voor de boze, omdat u wil dat wij allen eeuwig leven zullen beërven. U die de dood van zijn kracht ontroond heeft en de sleutels van de hel en van de dood heeft. Geloofd en geprezen zij uw Vader. Help ons om vandaag al is het één persoon tot u te brengen die u nog niet kende of die nog niet in u geloofde. Gaat u met ons, Vader. Wij gaan met u op het pad van liefde, van vrede, van eeuwig leven. Amen, ja, amen. Jehovah.